Test, test, test. En check. Horen jullie mij? Hoi. Ja, hè? Ja, dames en heren, goedendag. Ik weet niet waar jullie zijn. Wij zijn nu op Zandvoort. We gaan jullie de eerste race tonen van het TNRT Super Race Weekend. Deze auto wordt gereden door Jacco Brummelhuis. Het gaat om een BMW 325 Ti Compact. Uit, weet ik wat voor bouwjaar. Een ouwetje. Maar de auto is volledig geprepareerd door MDM Motorsport. Voor mij is het een voormalige cupauto. De auto heeft geen kenteken, in tegenstelling tot de Benari, die zojuist een voor is gesteld. Je ziet hem links staan. Deze auto wordt nu gereden door Jurre Kleibeuker. Wat we nu te zien krijgen is een hele rommelige start. Ik zal u vast waarschuwen. Dit is niet Formule 1 waardig. Dat komt mooi uit, want dit is geen Formule 1. Dit is clubracen. Op zijn allerbest. Tribunes zitten lekker vol voor dit soort evenementen. Nou, we zien dus dat Jacco niet al te best start heeft. Werd verrast door de vlag, of eigenlijk ontbreken ervan. Een hele mooie passeerbeweging hier. Hij is vandaag zo slecht gekwalificeerd. Ook dat had te maken met, wat een mooie inhaalactie. Mooi uitgeremd, binnendoor. Tijdens de treintraining was er een code 60 situatie, waarin nauwelijks gereden kon worden. Een handjevol coureurs hebben een tijd neer kunnen zetten. Maar mensen die achteraan het circuit oprolden hadden geen schijn van kans. En starten zodoende deze eerste race achteraan. Door het schijfvlak. Over de meters wordt hier gewonnen. Deze BMW die hier naast je is een interessante. Daar ligt een 3,5 liter Alpina blok in. Fantastisch mooie auto. Helemaal uitgebouwd. Ho, 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 ho. Wat doet Jurre hier? Hij vergeet zelfs gas te geven. Hij ging daar helemaal door het gras. Moeten we hem nog eens vragen. Komen we bij start-finish met een rondetijd van 2 minuten 9.072, nou, een stuk inclusief staande start. Dus we zullen zien dat de volgende ronde een stuk rapper zullen verlopen. En hier heeft Jacco een mooie clean Tarzan. Wow, wat wordt hij hard ingelopen. En deze Honda die maakt een schuivertje. We hebben al eerder gezien dat deze coureur elk gaatje dat hij ziet benut. Probeert te benutten.
betekent ook dat elke keer er veel risico genomen wordt. Hier werd BMW nummer 555 verrast. Hier schiet een andere compact voorbij. Ik weet even niet wat de specificatie is van deze machine, maar het gaat als de brandweer. Enorme vleugel achterop. Oh, oh. Kijk, oh, bijna twee man te pakken. Nee, toch niet. Oh, oh. Daar hebben we de Honda weer. Die is ogenschijnlijk heel licht, de Honda, met behoorlijk wat power. Bijna 300 pk of zo. Wij weten het niet precies. Maar heel veel. Je ziet dat hij heel hard loopt. En ondertussen zien we rechts in de zijspiegel de Benari al verschijnen. Oh, er nog eentje. Komt binnendoor. Gaat hij dat redden? Nee. Die oranje dingen aan de binnenkant zijn bandenstapels van Audi S. Die moet je niet een zetje willen geven onderweg. Die geven niet erg mee. Tenminste, niet zonder je voorbumper aan stukken te rijden. Het recht stuk op. Dan gaan we denk ik zien dat de nummer 555 die voor ons goed wegloopt. Ook daar zit flink wat vermogen in dat ding. Prachtige wagen. Worden we uitgeremd hier? Hij zit er nog naast. Nee, nee, nee. Verstandig, verstandig. Maar deze BMW compact is, heeft niet veel vermogen. Misschien 200 pk. We hebben het niet gemeten. Maar het totaalpakket is buitengemeen goed op elkaar afgestemd. Het is een mooi afgerond geheel. Hij kan niks specifiek heel erg goed, maar hij is allround heel sterk. Een hele gebalanceerde auto. En dat zien we bijvoorbeeld hier bij het ingaan van deze snelle bochten, waarin er mooie snelheid gehouden kan worden door de 325 Ti. In tegenstelling tot deze wat meer krachtige wagens. Blijkbaar daar wat meer moeite mee hebben. Ik durf niet zeggen waarom dat is. Misschien iets meer gewicht, meer vleugel. Dikkere band, ik weet niet waar het aan ligt. Maar deze 325 Ti is een zeer prettig apparaat om mee te sturen. Ondanks het misschien wat gebrekkige vermogen. Er zitten wat voordelen aan, zeker in endurance races. Dat is dat... wat langer met je brandstof meegaat. Slechts een 2,5 liter. Oh, wat gaat er? Wat is er met de Citroën AX aan de hand? Die gaat ineens zo langzaam. Hey, er past ook een BMW M3-blok. Zou erin passen. Maar deze zijn een stuk dorstiger. Absoluut sterker. Maar veel dorstiger. En ook in onderhoud is het allemaal ietsje begrotelijker. Ik moet begrijpen, het is nog niet zo voordelig. Lap 3, een 2 minuut 5.6. Aardig, aardig. Jacco is lekker op dreven. Oh, er zat een Volvo in de grindbak. Nou, die moet weggesleept worden. Als dit niet op zichzelf uitkomt. Oh, ja, 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 ja. Ja, deze bocht, zoals je ziet, heeft heel veel banking. En er zijn verschillende lijnen mogelijk. Sommige mensen prefereren de lijn bovenin. Dan kan je als een slingshot car erheen vliegen. En dan kom je met heel veel snelheid rechtsbovenuit. En dan heb je kans dat je mensen voorbij steekt die de binnenlijn pakken. Met heel veel oversnelheid. Het is een hele goede strategie. Het is een leuke bocht. Nog weinig mensen benutten dat. Maar ik zag het Dirk Leijbeuker al wel doen. Die heeft er zelfs een beetje zijn handelsmerk van gemaakt. Oh, we laten eventjes... De
code 60 aan ons voorbij gaan middels een versneld afgespeelde opname. Please stand by. Ook voor coureurs is dit saai. Ja, daar zijn we weer. Einde van de code 60 situatie. Wij weten het. Ah, Jacco's helder, die is scherp. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk te zien is vanuit de auto. Het is goed opletten op de marshals links en rechts. Ja, die staan ook niet overal. Je zou hem zo kunnen missen. Als je het goed doet, dan heb je een radio-installatie in je auto. En dan krijg je het vanuit de pits door. Dan staat er iemand goed naar de marshals te kijken. En als het code 60 bord naar binnen gaat, dan wordt dat gelijk over de radio. Oh, bijna. Leuk om te vermelden, deze blauwe BMW hiervoor, die is uit de motteballen gehaald. Door de huidige bezitters. Die hebben hem voor een mooi bedrag kunnen kopen. Niet te veel. Koop je. Maar die rijden toch hele aardige rondetijden mee. Dat is geen miskoop geweest. Mooie wagen. Nog niet snel genoeg om deze 325 Ti bij te houden. Maar goed, dat is dan ook misschien een iets netter geprepareerde auto. Dat zou kunnen. En misschien moeten de coureurs ook nog een beetje oefenen. Die komen er wel. Goede auto. Leuke auto. Jacco is de clean aan voorbij gegaan. Schijfvlak, tandje terug, auto werd een beetje onrustig, dat is jammer. Ik nog een stapje naar links. Je moet je natuurlijk altijd afvragen als coureur, is er nog meer te halen in deze bocht? Wat kunnen we de volgende keer beter doen? Zo gezien lijkt deze bocht niet maximaal genomen. Links lag nog een beetje ruimte. Rechts lag ook nog een beetje ruimte. Dus het kan misschien nog een beetje harder. Ook hier ligt links nog een beetje ruimte. Ach, Honda gaat hem binnen. Ja, die heeft denk ik een paar tikken gehad. Zeer assertieve rijstijl met de Honda. Dat is natuurlijk heel geschikt voor de sprintrace. Maar ook risicovol. Misschien dat er een bumpertje aanliep. Heerlijke bocht. Dan voel je de G-krachten. Lekker toenemen als je hem eruit trekt.
Mooi. Ziet er mooi uit. Vraag me af waar Jure Kleibreuk er ondertussen uithangt. Even in de spiegel spieken. Van de gele Benari al aanzien komen. Twee minuut 3:09:35. Begint erop te lijken. Ja, dan zien we de Benari in de spiegels. Oh, en ook nog een ander. Even ruimte gelaten worden. Wie is dat? Ah, dat is de Volvo die net in het grind stond. Die probeert zichzelf van een ronde te ontdoen. Kijk hem eens gaan, die heeft power. Daar zit power in. De veroorzaker van de code 60. Gelukkig weer onderweg. En nu zien we duidelijk dat de Benari steeds groter wordt in de spiegels. Ik ben dan benieuwd of Jaco Pintje zit te zweten. Zou het ik nou toegeven. Ik zou er behoorlijk nerveus van worden. Zeker als je per se voor je teammaatje wil blijven natuurlijk. Dat wil je toch? Dat wil iedereen. Oh, wat gebeurt hier? Die auto heeft het begeven lijkt wel. Er is iets mee. Oh, wat laat remmen hier. Mooi. Ah, die curves die zijn best scherp. Ik hoop dat alle wielagers het uithouden. Ja, nu zie ik toch echt de gele bumpers van Jurre. Zou die hem ernaast kunnen zetten nu? Zou er eigenlijk een spiegeltje moeten monteren in de auto? Zodat we nog naar achter kunnen kijken. Ah, daar is hij. Buitenlangs. Gaat hij dat redden? Nee. Jaco duwt hem er gewoon af. Nou ja. Hij sluit de deur in ieder geval. Oh. Groen. Groene vlag. Dat was even een gele vlag situatie daar. Oh. Tjurre komt er langs. Zie je? Daar had ik het al over. Karakteristieke Kleibreuker sling buitenom in de kombocht. Er is er opvallend veel snelheid boven in die bocht. Het is natuurlijk wat langer. Maar ja, snelheid is alles, zeker als je een lang rechtstuk hebt daarna. Dus het is een hele interessante bocht in de tourwagenracerij. Ik vraag me heel erg af hoe de Formule 1 auto's dat gaan oppikken daar. Misschien dat die niet zo creatief zijn of dat de mogelijkheden daar anders zijn. Maar ja, wie weet, misschien dat Max daar wel ideeën bij heeft. Ja, zeker in de Formule 1 auto moet dit baantje echt een rollercoaster zijn. Het is echt een soort Monte Carlo. Dus in de duinen. Heel smal, heel bochtig. Ja, ik weet niet of dat nou lekker is om die curb daar te pakken. Ik vraag me toch af waarom. Ja, precies. Jaco niet in de slipstream gaat zitten. We zien notabene de Benari nog steeds weglopen.
De powermod van notabene Brummelhuis zelf. Die lijkt aardig te werken. Hij heeft zijn concurrentie wel geholpen vandaag. Het is hem te prijzen. Sportief gebaar. De auto van je concurrent sneller te maken. Kijk, kijk die buitenlijn. Kijk hoe dat gaat. En hij loopt weg. Ietsje meer meters gemaakt, maar hij loopt echt weg. En er voorbij. Bijna. Nee. Nu dan. Ja. Mooie move van Jurre. Nog niet er voorbij. Nou, nu dan wel, denk ik. Mooi gereden van deze heren. Hé, hey, gelijk mee. Heel handig van Jacco, maar gelijk misbruik van te maken van de situatie. Zo hoort dat. Ja, zoals aangegeven in het begin, de startopstelling was een beetje gehusteld, maar dat maakt ook een leuke race. Heb je wat in te halen? Leuk om de verschillen in lijn te zien. Je zag hier dat Jurre de bocht veel later aansneed en op dit moment wegloopt. Dus ik kon veel meer snelheid het rechtstuk opnemen. Jacco had de bocht iets krapper aangesneden, de Audi S. Iets minder meters gemaakt, maar minder snelheid meegenomen. En ook nu zien we weer dat de Benari gewoon wegloopt. Ondanks de slipstream. Finish. We zijn er. P7 voor Jurre. P8 voor Jacco in klasse. Dat is netjes. Daar waren de heren blij mee. Nou, bedankt voor het kijken. Ik denk dat de kijkers van deze film toch vooral Jacco en Jurre zelf zullen zijn. Om eens even goed te bestuderen dat ze volgende keer beter kunnen doen. Ik wens je een hele goede dag en wellicht tot race 2. Tot ziens.